Welkom bij een nieuwe aflevering van Bus, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Thema vandaag in deze podcast, CRM en ERP-systemen. En ik geef onmiddellijk grif toe, dat is niet het meest sexy onderwerp, maar een goed functionerend ERP- of CRM-systeem kan wel voor een heuse efficiëntieslag zorgen en indirect zelfs voor een omzetstijging. En dat is natuurlijk wel interessant voor elke ondernemer. We praten er vandaag over in de studio en we doen dat met Philip Vos van Vos Tools. Dag Philip. Jullie zijn gespecialiseerd in ijzerwaren, in gereedschappen en nog veel meer, eigenlijk te veel om op te noemen. Ja, ik denk dat we daar vandaag best niet te veel op ingaan, want dan gaat de tijd te kort zijn. Dus. Ook Stefan van Bulk van Informat is bij ons. Dag Stefan, jullie bieden geïntegreerde ERP, CRM en DMS-oplossingen aan. CRM, dat is vooral gericht op klantenrelaties, prospectrelaties, terwijl ERP, ja, dat is een beetje bedoeld om intern orde te creëren in de chaos, zeg je het juist? Dat klopt, ja. Dat dient vooral voor de volledige automatisering van alle processen binnen het bedrijf. Ja. Klopt het eigenlijk wat ik daarnet zei, dat een goed werkend ERP- en CRM-systeem indirect tot meer omzet zou kunnen leiden? Of is dat wat te kort door de bocht? Nee, dat is zeker niet te kort door de bocht. In een aantal gevallen is dat ook zo. Natuurlijk, de echte omzetstijging, dat is de verdienste van de gebruikers zelf en de creativiteit van de ondernemers die het gebruiken. Voor onze rol is om dat te ondersteunen. Ja. En een mooi compliment dat we een keer gekregen hebben van een collega van Philippe in dezelfde branche was van zij hebben een verdrievoudiging van de omzet gerealiseerd. Dankzij hun commercieel talent en dankzij hun werk. Maar wel met dezelfde aantal mensen op administratieve ondersteuning. En dat is dan onze verdienste geweest. Ja, jullie leveren eigenlijk de tools waarmee de mensen... Wij leveren de tools die die efficiëntieslag moeten mogelijk maken. Efficiëntieslag, het grote woord, de heilige graal, is uitgesproken door Stefan. Ja, daar draait het eigenlijk om, hè? Zo efficiënt mogelijk werken, ook bij jullie, bij Vos Tools. En vooral omdat jullie een heel groot productgamma hebben. Ja, klopt. En dat maakt het allemaal niet gemakkelijker op. Dus vandaar ook dat we daar een goede ERP-programma voor moeten hebben. Voor enerzijds die efficiëntie, maar zeker ook voor die groei te kunnen ondersteunen. Want vroeger, als ik spreek over 10, 20 jaar geleden, was het allemaal vanzelfsprekend dat je alles weet liggen, dat je alles kent. Maar de dag van vandaag is dat niet meer vanzelfsprekend. Ja. Het is zeker ook met de groei die we willen blijven realiseren. Dus onder andere met de overname 4 jaar geleden van een firma in Boom, merken wij wel dat dat meer en meer nodig is om die stappen ook te zetten. En ik denk dat we daar in samenwerking met Informa toch wel de juiste stappen aan het zetten zijn. Dus dat is uiteraard een groeiend proces, waar we elke dag onze stappen in moeten zetten. Want dat komt natuurlijk niet... we zullen het zo dadelijk ook nog even over de integratie ervan, maar dat is niet dat het van dag 1 prima verloopt, waarbij je ineens ziet van alles loopt, we kunnen achteruit gaan liggen. Dat is het zeker niet. Dat zou ook heel straf zijn. Het is een proces. Meer dan 1000 producten hebben jullie, heb ik mij laten vertellen. Veel meer, ja. Veel meer zelfs. Ja. Dat lijkt me dan een verhaal van het bos en de bomen, hè? Dat is inderdaad het verhaal van de bos en de bomen. Ja, klopt. Als wij soms al gewoon door de winkel wandelen, en zeker een buitenstaander die vindt helemaal zijn weg niet meer. Dus het is natuurlijk aan ons om het enerzijds in de winkel duidelijk te maken, maar anderzijds ook voor onze eigen mensen en voor onszelf ook duidelijk te maken in een ERP-programma. En uiteraard, ja, het is een veranderende wereld, ook op financieel vlak. Corona is geweest, maakt het allemaal niet per se veel gemakkelijker. Onze sector is altijd wel wat in beweging geweest, nog steeds. Maar dat maakt ook wel dat er heel veel veranderingen geweest zijn in de producten. Dus er komen altijd nieuwe producten bij, er gaan ook eens producten uit. Maar om dat allemaal goed... En de prijzen wijzigen continu. Ja, dat ook. Ja, dus dat is, loop maar een keer rond in zo'n winkel, Dieter. En je ziet daar 30.000 producten, denk ik, ongeveer. Ja, zo. Maar eigenlijk potentieel in die database zitten 800.000 tot 1 miljoen artikelen. Ja. In sommige branches die vergelijkbaar zijn met die van Philippe, gaan wij tot 1,5 miljoen artikelen in een database. Dus dat betekent dat je wel degelijk... moet zorgen voor efficiëntie in het onderhoud ervan. Hè? Ja, klopt. Want zij worden heel vaak geconfronteerd vandaag met wisselende prijzen. Hè? Iedereen weet dat bouwartikelen sinds corona vooral heel veel fluctuerende prijzen hebben gehad. Dus als je moet je al voorstellen, als je dat moet onderhouden voor 1 miljoen artikelen, hoeveel werk dat zou zijn als je daar geen krachtige tool voor hebt om dat te doen. Ja, want vroeger had je dan... Eén iemand die bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor één segment van productgamma. Ja, maar in deze veranderende tijden
Is dat onhaalbaar aan het worden? Dat is onhaalbaar aan het worden, ja. Ja. Vroeger ging, en wij merken dat ook wel bij onze vertegenwoordigers of de verkopers op de baan, vroeger vonden ze het vanzelfsprekend dat zij alles wisten. Maar de dag van vandaag kan je dat ook niet meer verwachten, omdat we zijn zodanig gegroeid ook in ons assortiment, waarbij dat uiteraard een heel positief is om naar uw klanten toe ook een heel uitgebreid assortiment te kunnen laten zien. Maar daar heb je gewoon gespecialiseerde mensen voor nodig. En ja, uiteraard niet alleen de gespecialiseerde mensen, maar ook de tools daarvoor. Dus dat zijn wel stappen die we aan het zetten zijn, die je moet zetten, want anders lukt het toch niet. Ja. En dan helpen zo'n tools voor dat stuk wel. Als een mobiele app voor salesmedewerkers bijvoorbeeld, die dan op de weg bij hun klanten onmiddellijk zicht hebben op al die producten. Ze kunnen zien wat er in voorraad is in de verschillende winkels. Klopt. Ze zien de nettoprijzen, kortingen van klanten. Ze kunnen een bestelling opnemen bij klanten. Ze zien of een klant eventueel nog facturen heeft openstaan en zo verder. Dus ze hebben eigenlijk op de baan een volledig beeld van wat er in de ERP-toepassing zit. Ja, de integratie van al de gegevens, productengamma, dat is toch geen evidentie ook voor jullie? Nee, dat is geen evidentie, maar voor ons is het van belang dat we zoveel mogelijk partnerships opbouwen met leveranciers van hen bijvoorbeeld. Dus die leveranciers leveren hun data aan ofwel rechtstreeks, ofwel via een groepering. In jullie geval, jullie zijn lid van de Asamco-groepering. Daarboven heb je nog een Zeevij-groepering. Er zijn database-leveranciers zoals Easybase. De Easybase, die data aanleveren, die foto's aanleveren. En dat gaat over honderdduizenden artikelen. En dus voor ons is het belangrijk dat we daar linken mee hebben, zodat we die data automatisch kunnen importeren in de ERP-oplossing en ze zo ter beschikking stellen van hen, zodat zij dat werk niet moeten doen. En vanuit wat wij importeren, kunnen zij dan ook weer bijvoorbeeld hun webshop gaan voeden. Want die foto's die gaan we importeren voor offertes te maken en zo verder in de ERP. Maar evengoed gaan die door naar uw webportaal, naar uw klanten. Ja, want voor alle duidelijkheid, we spreken hier bij Vos Tools over twee winkels en een uitgebreide webshop. Ja. Ja, dat klopt. En die webshop is eigenlijk een projectje geweest, om het zo te zeggen, waar ik zelf al jaren geleden mee wilde starten. Maar ja, om daarmee te kunnen starten, moet je ook een goede ERP-programma hebben. Dat is ook logisch. Dus we hebben eerst die zaken allemaal op een rijtje gezet. Vervolgens zijn we daar eigenlijk mee van start gegaan. Dus we hebben er ook een goede leverancier voor gevonden die voor ons de webshop gemaakt heeft. Ja. Dat is uiteraard ook een handwerk geweest, of dat is redelijk intensief geweest wel. Maar wij zijn wel augustus vorig jaar kunnen live gaan. Wij hebben dat ook bewust eerst gezegd van kijk, we gaan het rustig opstarten, omdat er toch altijd kinderziektes in zitten. Hetzelfde als met de start van het ERP-programma. Maar ik kan wel zeggen dat we nu toch bijna een jaar verder, dat we dagelijks onze bestellingen vlot binnenkrijgen. Maar ik denk ook in jullie branche dat het niet meer realistisch is om zonder webshop te werken. Nee, klopt. Dat je gewoon moet aanbieden, het is niet alleen een winkel. Het is ook eigenlijk een serviceportaal naar uw klanten toe. Ja. Ze zien hun lopende bestellingen, ze zien wat er nog niet binnengekomen is, de backorders. Ze kunnen facturen downloaden. Ja. Het is eigenlijk veel meer een serviceportaal. Mm-hmm. En in jullie branche en veel, laten we maar zeggen, technische groothandels, of nu elektrotechnisch is, of auto-onderdelen of gereedschappen, dat is een essentieel onderdeel geworden van het geheel. Ja, en in ons geval, wij bieden hem ofwel zelf aan geïntegreerd, maar zoals in jullie geval met Vos Tools, hebben wij ook samenwerking met externe websitebouwers of webshopbouwers, waar we die integratie mee bouwen. De sector van de ijzeren winkels, daar is Informat natuurlijk heel sterk. Hè? Jullie hebben daar dat heel groeit natuurlijk door het verleden. Dat bouwt zich stelselmatig op. Voor ons, dat klopt. Ik denk dat wij een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste spelers zijn in dat segment. In België heb je een aantal inkoopgroeperingen in dat segment. Hè. Je hebt Asamco, waar zij toe behoren, Menok en Grokko. En dan op een hoger niveau in Nederland heb je nog Zeevij. Ja, wij werken met al die groeperingen samen. We hebben leden van elk van die groeperingen die met ons werken. Dus ja, wij beheersen die materie. Dus we hebben die integraties met al die, met leveranciers, met toeleveranciers. Maar evengoed weten wij hoe hun producten in elkaar zitten. Onze consultants weten dat ze bouten en moeren verkopen en dat die in doosjes van 200 zitten en dat de prijs per 1000 is. Dat is wel essentieel dat jullie samenwerken met een partner die thuis is in de sector die jullie doen. En dat was toen voor ons ook wel een van de belangrijkste redenen om met hen ook in zee te gaan. Niet tegenstaande dat zij ook vlakbij zitten, ook met hun kantoor. Dus dat maakt het ook wel, die stap maakt het ook wel net iets gemakkelijker. Maar het feit dat zij inderdaad hun ervaring hebben in de ijzerwarenbranche, was een heel grote troef, waarbij wij ook met de eerste gesprekken die wij met Stefan hadden, dat is gewoon een enorme grote troef. Want zoals de voorbeelden dat Stefan net aanhaalt,
Ja, dat doet veel. Hè. Ja. En dan weet je dat je niet over product X bezig bent, maar echt over een bestaand product. Dat je ook, is dit niet over fietsen. Hè. Nee. Over, is dit de belangrijkste sector voor Informat? De belangrijkste, zeker één van de belangrijkste. Ja. Laten we zeggen, ijzerwaren en gereedschappen is ja, toch ja, heel belangrijk. Daarnaast elektrotechnische groothandel is voor ons ook heel belangrijk. Waar we ook koppelingen hebben met toeleveranciers zoals een 2BA in Nederland. Mm. Of inkoopgroeperingen zoals een Imagro. Auto-onderdelen, waar we samenwerken met Doyen, maar we ook gekoppeld zijn aan platformen zoals Salto en Bright Motive. Ja, dat zijn zo wat drie takken, laten we zeggen, die er bovenuit schieten. Ja. Maar in grote lijnen kunnen we zeggen, elke technische groothandel is eigenlijk ons publiek. Zoals ik het hoor, is het wel heel belangrijk om onderdeel te zijn van dat ecosysteem binnen een branche, binnen een sector. Hè? Ja, het is belangrijk. Ik denk dat een evolutie is in onze branche. 20 jaar geleden levert je een softwarepakket en dat is een pakket. Nu verwacht men veel meer van zo'n leverancier. Je moet niet alleen een pakket leveren. Het is belangrijk dat je mensen ook weten waarover het gaat in de branche waar ze komen. Want anders verliezen mensen zoals Filip en zijn collega's en zijn medewerkers heel veel tijd om aan onze mensen uit te leggen hoe zij werken en hoe die producten precies en dan gaan. Gaat het effect van de efficiëntie slaan natuurlijk. Voilà. En dan verliest je veel tijd natuurlijk als je nog een keer het ABC moet uitleggen. Ja. Dus het gaat, natuurlijk is het softwareproduct essentieel, hè, want daar draait het uiteindelijk rond. Maar ja, het is zoveel meer. Hè. Het is een mensenactiviteit. Dus ja, daar. Ja, dat klopt. Het is altijd hetzelfde product die je overal implementeert en toch gaat het bij de ene vlotter dan bij de andere. Ja. Zullen we het eens over die implementatie hebben? Hoe is die verlopen? Dat is een heel open vraag. Dat is een heel open vraag, ja. Zoals we het er straks ook al even kort hadden voorbereid, weten we ook dat elke integratie van een ERP-programma, dat zal nooit niet vanzelf verlopen. Dat zullen altijd wel eens voor een nadeel zijn. Dat kan ook niet anders. Maar ik moet eigenlijk zeggen, voor ons was het geen ideale periode om te starten, omdat we midden in de corona zaten, waarbij dat we eigenlijk onze key-user-opleidingen via Teams hebben gekregen. Ja. En naar interactie die dat we toen hadden, met alle respect en met de beste wil van de wereld, dat is niet eenvoudig. Nee, ook van onze kant. Hè. Wij zien jullie altijd aan de andere kant. Ja, klopt. Als je er ziet, als je een opleiding geeft, dan zie je onmiddellijk van wie is er mee, wie is er niet mee. Ja, klopt. Bij wie moeten we nog even bijsturen. Mm-hmm. Nu ligt het allemaal bij jullie. Hè. Wij zien maar schermpjes. Hè. Klopt. Ja. Of vragen maar schermpjes. Ja. Ik moet wel zeggen, met een consultant die wij toen hadden met Mieke dan, is dat een integratie geweest die ons heel veel voordelen heeft opgeleverd, omdat zij ook, zij was bij ons spreken dag en nacht bereikbaar. Dus wat dat betreft was het een heel groot voordeel voor ons. Naar aanleiding van onze start in november 2020, hebben we wel wat watertjes doorzwommen. Ja. En uiteraard die eerste weken daarna ook. Maar dat is ook logisch. Ik ben ook heel blij dat we van die periode ondertussen wel vanaf zijn en dat we wel onze stappen gezet hebben. En uiteindelijk moeten we alleen maar vooruit denken. Ja. En af en toe zal er wel eens iemand zeggen van, goh, het loopt niet zo vlot. En dan zeggen we ook heel vaak, denk nog eens even 2-3 jaar terug, waar we toen stonden. En dan, dat is waar. Nou, wij geven dat ook mee aan onze commerciële mensen, dat ze het niet romantischer voorstellen dan het is. Nee, voilà. Want het is altijd, elke implementatie is altijd een beetje bloed, zweet en tranen. Klopt. Ja. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben in het tweede deel van deze podcast.